Hebben jullie zin in een warm kopje chocolademelk? Een winterse tractatie in hartje zomer vandaag voor de gasten van recreatiepark Het Zand in Alphen. En dan kunnen jullie direct weer lekker buiten spelen. Het is natuurlijk leuker als je hier lekker aan het water kunt liggen, want dat is hartstikke mooi. Maar we komen onze dagen wel door. 16 graden. Was het vanmorgen bij zwembad de Wolfslaar in Breda. Te koud om het buitenbad de hele dag open te houden. En dus klonk het om 11 uur. Het zwembad gaat sluiten. Van 4 tot 8 zijn we weer geopend vandaag. Zometeen ga ik iedereen het bad uithalen en dan gaan wij het bad sluiten. Ja. Nou, gek hè, zo midden in de zomer. Ja, helaas wel. Nu zijn we alle dagen open, maar ja, het is niet anders. Het is niet alleen koud, het is ook nog eens nat hier in Breda. Maar in zon, daar hadden ze het vandaag beter voor elkaar. Op de Zonhoven is namelijk 30 graden met zon. Zodat de mensen die hier wonen, mensen met een beperking, altijd eventjes naar het strand kunnen. We hebben de zonsopgang en ondergang van Bali, Mauritius. Verschillende stranden. En dat kan. Deze kamer is er gemaakt voor onze cliënten, zodat zij het strand kunnen beleven. Omdat zij veelal in een rolstoel zitten en het moeilijk is om naar het strand te gaan. Vannacht daalt het kwik mogelijk naar winterse waarde. De pyjama's kunnen dus weer uit de kast. Een extra dekentje kan natuurlijk ook. Daar kun je dan lekker onder liggen als je gaat slapen. Het is lekker warm. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden is vrijdag het zomerdipje voorlopig weer even voorbij. En morgen wordt het vast beter. Doeg!